Hallo allemaal, welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag heb ik echt iets waanzinnigs gevonden. Ik heb namelijk iets uitgevonden, of gevonden eigenlijk, genaamd de Dukstuber-formule. Nou, wat de formule precies is, ga ik je zo dadelijk uitleggen. Maar eerst moet ik even van mijn telefooncamera wisselen naar mijn webcam. Want dat hoort namelijk ook bij de formule, maar heb ik niet opgeschreven. Dus, mijn telefoon. Dus, de Dukstuber. Ik heb even naast mijn webcam de formule gezet. Want ik het gewoon heel makkelijk kan lezen voor jullie. Maar de Dukstuber formule is een heel makkelijke manier om geld te verdienen. Maar er is wel een waarschuwing. Volg deze formule alleen maar als je alles hebt geprobeerd. Alle soort content dat er bestaat. Maar gewoon geen views kan krijgen. Geen views, gewoon helemaal niet. Dus eerst moet je een buitenlandse snoep / goederen kopen. Dus actiefiguren, poptarts. Gewoon iets uit een ander land dan Nederland. Dan moet je een rare plek bedenken waar je video op gaat nemen. Dus je kast, bos, het huis waarin je bent opgegroeid als je volwassene bent. Een verlaten ziekenhuis. Een verlaten school. Misschien ga je gewoon wel naar school. Eentje die nog echt is. Een beetje inbreken. Niet doen. Ja. Zorg dat je geen greenscreen gebruikt waar je ook bent. Anders wordt de video veel te hoge kwaliteit. Nadat je het snoep hebt gegeten op camera, reageer dan op video's van populaire karakters die niet, ik haal niet, bedacht zijn van 1980 tot en met 2015. Anders zijn mensen er niet in geïnteresseerd. Reageer op video's van karakters zoals Huggy Wuggy of Cartoon Cat. Niet karakters zoals Mario of Sonic. Degene die beter zijn dan alle nieuwe karakters. Dat vind ik dan, maar ja. Die zijn veel te oud voor de jeugd van nu, volgens Dukstuber. Waar ik deze hele formule vandaan heb gehaald. Ik heb al een tijdje naar zijn video's gekeken. En ik heb gewoon een heel plan gemaakt. Van hoe je precies zulke video's zoals hij kan doen, zoals hem kan maken. Nadat je je video hebt opgenomen of gemaakt. Pak een foto van het internet. Meestal een foto van een tekenfilm. Ga dan in een random positie staan en Photoshop jezelf er heel slecht in. Zoals deze thumbnail van Dukstuber. Oh, kun je het zo wel zien? Nee. Volgens mij niet. Zoals deze foto. Oh, ik ga het over een keer van. Deze foto van Dukstuber. Hele mooie, hè? Hele mooie. Zet het dan op YouTube met de titel zoals Overleven in het Bos Challenge. Dat deze formule werkt, moet je wel clickbaiten, helaas. Eindig de video dan met een buitenlands woord voor doei. Zoals adios, zoals Dukstuber zegt. Of bye bye. Of ciao. Gewoon een buitenlands woord dat doei betekent. Als je precies op deze manier hier een video hebt gemaakt, zou je, als het goed is, meteen duizenden views, likes en abonnees krijgen. Noteer Dukstuber alsjeblieft dat ik zijn code heb gekraakt. Want dan moet hij zijn videostijl wisselen en maakt hij betere content of slechtere. Ligt eraan wat hij wil doen. Nou, dat was de hele formule. Nu ga ik weer terug naar mijn telefooncamera. Dus, dat was de hele formule. Dank u wel voor het kijken. Like. Abonneer. En dat was het eigenlijk wel. Tot de volgende keer. Doei. En als het niet lukt. Stop maar. Begin maar helemaal opnieuw.